Dus je kunt je voorstellen namens Alecto dat wij heel trots zijn. Wij zijn heel blij dat in totaliteit hebben we wel 25 sponsoren. Het draagt dan toevallig onze naam. Nou, de grootste moet dan ook het meeste betalen. Maar het is zonder die andere sponsoren absoluut onmogelijk om zo'n ploeg een jaar lang te kunnen laten stralen. Wij kijken met verlangen naar de toekomst en we zijn iedereen dankbaar dat ze mee hebben willen helpen. Want alleen is het nagenoeg onmogelijk. Het team heeft 2018 super gepresteerd. Ik denk dat we hier weer een mooie aftrap hebben voor 2019. Zaten we er allemaal top bij, dus ja, wij hopen voor een nog beter seizoen als 2018. Het lijkt alsof je er al bent. Er staat daar een prachtige auto met tijdritfiets erop waar ik niet van kon dromen toen ik amateur was. Ik heb mijn eerste titel op een gewone fiets gewonnen. Ja, nou ja, goed. Het belangrijkste, en dat zou ook mijn boodschap zijn aan de jongens die hier zijn. En dat vond ik ook het gevaarlijke bijna toen ik hier binnenkwam, was dat het lijkt zo op wat ik de afgelopen 15 jaar heb gezien. En ik denk dat de focus belangrijk is op waar ben ik zelf goed in. Jezelf blijven ontwikkelen, jezelf blijven verrijken. En ook durven investeren in de wedstrijden waarin je misschien niet direct kunt winnen. Ze rijden een aantal etappenwedstrijden waar ze waarschijnlijk niet gaan meedoen om te winnen. En dat is eigenlijk misschien wat het mooiste wat deze sponsoren mogelijk maken. Zonder daar het belang bij te hebben van, ik begrijp het, hè, in de krant, dat is prachtig. Maar je komt nog vaker in de krant als je durft te investeren in wedstrijden die je niet kunt winnen. Maar durf in jezelf te blijven investeren. Net zoals deze mensen allemaal durven in jullie te investeren. Zonder daar misschien meteen de spin-off van te zien. Maar voor al die mensen die goed kunnen voetballen. Voor alle mensen die aanleg hebben voor iets, komen er 1, 2, misschien nog 3 door per jaar. Allemaal kunnen ze voetballen. Daar is het verschil niet. Ze worden allemaal getest onderweg. Maar heel belangrijk is dus het woord succes. En als je dat volgende woord wat erbij zit, als je succes benoemd hebt, ga je dus naar mensen bij zoeken die dat gaan halen voor je. Visie, actie en passie. Dat was de sleutel voor succes. Naar het volgende punt. Iedereen die iets wil presteren, gaat de prijs betalen. En als je aanleg en karakter hebt, heb je grote kans dat je het gaat redden. Maar heel veel mensen, misschien net ook wel iemand op het podium zien staan die net, zeggen, had ik wel het grootste talent, maar wel het grootste karakter en ik kom in de top nog. Toen hebben we ook gezegd van, we gaan een paar jongeren erbij en een paar ouderen erbij, dus dat die balans gemiddelde leeftijd zal wel gelijk zijn gebleven. Maar dat we wel met die uitschieters gewoon serieus laten zien dat we er ook steeds mee tellen. En ik denk dat dat goed gelukt is wat er nu staat. Abe Seli, kom uit Oosterhout, ben 22 jaar. Dit jaar wordt mijn derde jaar bij Alecto. Ik ben vooral een klassieke renner en ik kom dit jaar ook weer vervolgen te laten zien in de waaierkoersen. Geweldig applaus van Ad de Koster! Ik ben Ad de Koster, ik ben 18 jaar oud. Dit is het eerste jaar bij Alecto en ik kom van de junioren. In 2017 ben ik Nederlands kampioen geworden bij de junioren. Komend seizoen wil ik mij ontwikkelen als allround renner. Dat was het voor Koen van Adhoff. Ik ben Koen van Weldvoort, ik ben sprinter, klassieke renner. Dit is mijn eerste jaar bij deze ploeg, ik kom over van Roompot. En ja, dit jaar wil ik vooral heel veel wedstrijden gaan winnen eigenlijk. Daarvan zit maar te zijn. Daan Smaarsdijk, 20 jaar, kom uit Zuidland. Dit wordt mijn tweede jaar bij Alecto. Ik ben wel renner echt voor de Nederlandse klassiekers met een goede sprint in huis. Ik hoop me dit jaar wat meer te ontwikkelen als echt complete renner. Vorig seizoen heb ik Holland de Kemp kunnen winnen en ik hoop in 2019 dit nog te verbeteren en misschien wel over te doen. Gijs Meijer, woonachtig in Oostwoud. Dit jaar wordt mijn eerste jaar bij Alecto. Ik kom over van Delta Cycling en
Ik hoop na een wisselvallig afgelopen jaar dit jaar te kunnen laten zien wat ik in petto heb. Meneer, een geweldig applaus. Mitch Groot. Ik ben Mitch Groot, ik ben 20 jaar. Ik doe mijn eerste jaar bij Alecto. Ik heb afgelopen 2 jaar bij Lotto Soudal opleidingsteam gereden. Ik ben vooral een renner voor het Limburgse werk en ik wil me volgend jaar dat laten zien. Marco doet de vlaaien met Polkram. Ik ben Marco Doets uit Monnikendam. Ik ben nu 23 jaar, vierde jaar bij de ploeg. Eerst Babydump, toen Alecto. Ik ben een renner voor Limburg, Ardennen. Dus vrij veelzijdig. En mijn doelen zijn in ieder geval in Limburg laten zien dat ik bij de beste hoor. En hopelijk meedoen voor winst in de klassieker. Nou, je applaus naar de hoog voor René Hooghiester. Mijn naam is René Hooghiester, ik ben 32 jaar oud. Ik ben vanaf het begin betrokken bij deze continentale ploeg. Dit jaar met hoofdsponsor natuurlijk Alecto. Specialiteiten zijn waaierrijden. Afgelopen jaar derde in de Ster van Zwolle, derde in de Ronde van Groningen. Voor de rest natuurlijk als collectief de topcompetitie gewonnen. En met name vanuit collectief opereren en daarmee goede prestaties halen, dat is mijn doel voor 2019. We gaan een geweldig applaus naar het horen voor Robert de Geest. Robert de Grees, 27 jaar, uit Gelderop. Derde periode bij Alecto en hun voorgangers Babydump. Kom over van Roompot en we komen het jaar weer nieuwe koersen winnen.